Hetty Klavers. Voor de waterschap is het, om daar eens even mee te beginnen, dit weekend natuurlijk gelijk al alle hens aan dek. Want nou, er is rivierwateropkomst, maar ook storm komende zondag. Wat voor voorbereidingen treft het waterschap Zuiderzeeland op dit moment? Ja, het waterschap Zuiderzeeland zou in theorie het meeste te maken kunnen hebben met de storm van zondag. Maar zoals het er nu naar uitziet, komt die uit de richting zuidwest. Ja, en dan loopt hij een beetje parallel aan onze dijken. Loopt hij die niet echt tegenop. Dus voor ons valt het waarschijnlijk wel mee. Als je van de andere kant komt, is het meestal lastiger. Noordwest. Want dan wordt het water opgestuwd deze kant op. Noordwest, dan komt het echt onze kant op. En wat dan ook meespeelt, als die uit noordwesten komt, dan is de waterstand op zee ook hoog. En dan kunnen we het water uit IJsselmeer niet zo makkelijk kwijt naar de Waddenzee. Dus dan komt het van meerdere kanten. En wat bij ons natuurlijk ook meespeelt, is dat als je dan tegelijkertijd hoge rivierafvoeren hebt, dan wordt het met name in de gebieden rond, nou ja, Kampen bijvoorbeeld, altijd wat spannender. Maar deze keer zuidwestenwind. Waarschijnlijk valt het allemaal wel mee, maar we hebben wel 4 teams stand-by staan. 2 voor de Noordoostpolder en 2 voor zuidelijk-oostelijk Flevoland. Dus als er wat... En wat doen die? Nou, die staan stand-by. Dus als de windrichting allemaal wat draait... Allemaal de telefoon aan? Ja, als de wind wat draait en we vinden het toch verstandig om te kijken hoe de boel er buitenbij ligt, dan kunnen ze meteen in actie komen. Nou hoorde ik natuurlijk dat water van het IJsselmeer en het Markermeer, daar kan de wind op staan en dat zuwt omhoog. Maar ook vanuit de rivieren, dat geeft dan een probleem. Maar hoezo? Want dat stroomt toch gewoon van oost naar west en dan naar zee? Ja, dat geldt zeker voor zeg maar het gedeelte bij Rotterdam. Maar als je hier kijkt, de IJssel komt uit in het IJsselmeer. En moet dan naar de Waddenzee. Maar goed, daar ligt de afsluitdijk. En als het water aan de andere kant van de afsluitdijk, dus in de Waddenzee, te hoog staat, dan kunnen we niet onder vrij verval met de zwaartekracht spuien. En dan stijgt het IJsselmeerwater, het IJsselmeerpeil. Ja, en dat kan dan zorgen voor spannende situaties. En daarom legt ook Rijkswaterstaat nu pompen aan. Hè? Dus dat je niet alleen maar afhankelijk bent van het spuien. Ja, nou laten we even inzoomen op die rivieren. Want eigenlijk als je in Flevoland aan het gevaar van water denkt, dan denk je natuurlijk als eerst aan die grote meren, aan Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. Maar ja, het zijn dus ook die rivieren als de IJssel die we buiten de deur willen houden. Wat eigenlijk een beetje gek is, want het stroomt hier helemaal niet doorheen, maar langs. En dat is dan weer de reden waarom je de Drontemeerdijk wat wil verhogen. Ja, klopt. Als je kijkt naar de IJssel, dan zie je dat daar een aantal flessenhalzen in de IJssel zitten waar het water moeilijk doorheen kan en dan stijgt het water daar ook. En dat is vooral bij Zwolle het geval. En wat hebben ze nou bedacht? Om een soort bypass, een soort tweede tak van de IJssel te maken. En die stroomt dan wel weer langs onze dijk. En die wordt daarmee dus een soort rivierdijk. En dan moet die dus hoger. Dat is het verhaal van de Drontemeerdijk. Van Meerdijk wordt hij een rivierdijk. Ja, want hoe werkt dat dan? Is dat net zoals een zeedijk? Dat het aan bepaalde voorwaarden moet voldoen? Of is een rivierdijk hoeft helemaal niet zo hoog of zo stevig? Nou, een rivierdijk moet tegen hoog water kunnen. Wat met enige regelmaat langskomt. Hè, maar normaliter staat helemaal niet zoveel water tegen een winterdijk aan. Die ligt gewoon in het landschap. De meerdijken van ons, die ons omringen, staat dag en door water tegenaan. Dus dat is een ander type dijk. Dus zo'n het gevaar voor een meerdijk, of waar die echt tegen bestand moet zijn, zijn die oplopende golven waar je het net ook over had. En de rivierdijk moet tegen dat snel stromende hoge water kunnen. Dus moet niet wegspoelen. Ja. Dus het zijn wel andere ontwerpeisen, zoals wij dat dan noemen. En over het algemeen hebben we ook verschillende normen, maar die hangen ook weer af van hoeveel bescherming je wil geven met een dijk, hoeveel mensen je te beschermen hebt, hoeveel waarde er achter de dijk ligt. Maar hoe werkt dat dan eigenlijk? Want dan wordt er op een gegeven moment dus bedacht dat het rond Zwolle veiliger moet. Hè? Dat is dan het waterschap Groot-Saland, denk ik, of daar in de buurt. Nou, ja. En dan wordt het daardoor eigenlijk onveiliger bij het waterschap Zuiderzeeland. Denk je dan bij jezelf, potverdikkie, is dit nou? Dat is onderdeel van een heel groot plan, ruimte voor de rivier. En het is nou eenmaal zo, in Nederland, water verbindt alles met alles in de goede zin en soms ook met de negatieve gevolgen. Zwolle moest gewoon veilig. Betekende dat er een bypass moest komen. Betekende dat onze Meerdijk moest omgebouwd worden tot een rivierdijk. En het Rijk heeft gezegd, en dat betalen wij. Nou, dat is prima. En daar hebben we dan ook geen moeite mee, omdat het wordt betaald door het Rijk. Ja.
Ja, als het maar veilig is. Ja. Hè? Ja. Wij staan voor de veiligheid. Ja. En, wij zijn natuurlijk ook solidair met andere gebieden van Nederland. Je kan het wel voor jezelf heel veilig maken. Maar als dat voor anderen niet toch best de oplossing is, dan moet je daaraan meedoen. En die werkzaamheden gaan dus beginnen. Hè? We hebben van de week al gezien dat er ook voor het verkeer al een hele omleiding is aangelegd. Wordt het echt een hele grootschalige operatie? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, het is ruim 3 kilometer dijk wat verzwaard moet worden. Hè? Dus waar. En dat was vroeger, dat is het stuk tussen het Revendiep en de andere sluis, de Robotsluis. Ja. Dat stukje moet versterkt worden, dat moet verhoogd worden. Dat is 3 kilometer. Ja, en dat is best een aardige klus, omdat die best fors omhoog moet. Maar hoe gaat het dan met stenen of zand? Hoe verzwaar je een dijk? Je verzwaart een dijk door hem op te hogen in dit geval. En dat betekent dat je de kern die van zand is, die maak je groter. En omdat zand, ja, als je het zand zo laat liggen, dan spoelt het weg. Dat weten we allemaal, hè, als we aan het strand gespeeld hebben. Dus dan dan maken we er nieuwe bekleding overheen. Oftewel een mooie grasmat. Zetten we hem goed in de stenen. En dan is een dijk helemaal veilig. Nou is het altijd zo dat dijkers zien er eigenlijk al tientallen jaren hetzelfde uit. Je zou toch denken, zit misschien wel innovatie in of zo, dat je hem anders bekleedt. Dat je nu denkt van, dan moeten we nu, we duiden daar altijd stenen op. Maar we moeten er beter misschien wel iets van rubber of wat opleggen. Maar dat blijkt dus altijd effectief te zijn, die stenen. Nou, we hebben wel inderdaad een hele lange traditie van dijken bouwen. En daarmee zijn we er ook heel goed in. En daarmee kan het ook relatief goedkoop. Tegelijkertijd komen we wel steeds meer plekken tegen waar je iets meer creativiteit erin moet stoppen. Het is voor onze polder wat minder aan snee, omdat wij relatief lege dijken hebben waar je dit heel goed kunt doen. Maar je ziet bijvoorbeeld in stedelijk gebied dat je er echt alternatieve methodes wil toepassen. Als je minder ruimte hebt, veel meer bebouwing in de buurt hebt, enzovoort, enzovoort. Dus er wordt wel heel veel aan innovatie gedaan. Ook omdat onze klus heel groot is. Dus als innovatie ook kan leiden tot een lagere prijs per kilometer, is natuurlijk ook heel fijn. Ja. Maar betekent dat we nu een slechte dijk hebben? Nee, het betekent niet dat we nu een slechte dijk hebben, maar dat als we willen voldoen aan de normen in 2050, dat we hem wel moeten versterken. Dus hij wordt er alleen maar beter van. Ja, maar dat kost nog wel wat. Ja, natuurlijk kost veel geld. En vandaar ook dat we een heel hoogwaterbeschermingsprogramma hebben. Want in heel Nederland moeten we aan de nieuwe normen voldoen. En voor het waterschap komt het erop neer dat wij 10% moeten betalen aan de versterking van de dijk. En de rest wordt opgebracht door de gezamenlijke waterschappen en het Rijk. Dus we verdelen wel een beetje het financiële leed. En wat is 10% ongeveer? Voor deze dijk? Nou ja, dat vind ik nu nog lastig in te schatten, omdat we nog echt de concrete plannen moeten maken. We houden rekening in het programma met ongeveer 6 miljoen per kilometer. Per kilometer. En het is nogal een stukje? Het is nogal een stukje. Is 20 kilometer of zo? We hebben hem in tweeën gehakt. Hè. Van Ketelbrug naar Lelystad en dan nog een stukje verder. Ja, dat zoiets, ja. Nou, dat worden bedragen. Ja, zeker. Is dat ook waarom we dan meer belasting of zo moeten betalen voor het waterschap, of dat niet? Wij schatten wel in dat het totaal van de klimaatverandering, dus dan hebben we het ook over heviger buien, dus meer water te verwerken enzovoort, enzovoort, dat totaal wel meer geld gaat kosten. Ja, zeker. Ja, want die IJsselmeerdijk die moet dus worden aangepast. Dat heeft echt met de klimaatverandering te maken, stijgende zeespiegel. En dus ook stijgende spiegel van het IJsselmeer? Op dit moment gaan we ervan uit tot 2050... dat we het IJsselmeerpeil op hetzelfde niveau kunnen houden. Hè. Dus ik zei net al dat Rijkswaterstaat pompen gaat bouwen bij de afsluitdijk. Maar dan zou het niet nodig zijn, toch, om die IJsselmeerdijk? Nou, wel, want de nieuwe normen gaan niet alleen over zeespiegelstijging, maar gaan ook over de gevolgen van een overstroming. Dus we kijken ook naar hoeveel mensenlevens heb je te verdedigen, hoeveel waarde zit er aan het dijk, achter de dijk. En dat bepaalt ook hoe sterk de dijk moet zijn. Maar als je de afsluitdijk zou versterken, zou je toch veel makkelijker, dan zou je toch heel groot gebied versterken, en dan is toch die IJsselmeerdijk niet zo cruciaal? Nou ja, goed, het is een verdedigingslinie op twee niveaus, zeg maar. De afsluitdijk houdt gewoon het zeewater buiten. Maar daarna moet de IJsselmeerdijk gewoon het IJsselmeerwater buiten houden. Dus dat ding moet echt, of dat ding, de dijk, een beetje respect, die moet natuurlijk wel goed op orde zijn. Nou is het zo dat voor een rivier uiterwaarden worden aangelegd. Ja. Hè? Waarom hebben die meren dat eigenlijk niet? Want dan zou je ook kunnen denken, kunnen we daar een beetje mee spelen? Dat is misschien wel een goedkopere optie dan die hele dijk verzwaren. Dat zou
kunnen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat als je naar de polders kijkt, dan zijn met name de dijken aan de westkant, die zitten op het diepste punt. En de grond loopt een beetje af van het oude land naar bijvoorbeeld Lelystad. Daar is het Markermeer en het IJsselmeer op zijn diepst zo'n beetje. Dus als je daar, zeg maar, zand wil gaan storten om een soort uitwaar te maken, heb je heel veel zand nodig. En dat weegt niet op tegen gewoon die dijk verbreden en verhogen. Ja, of je zou kunnen denken, we leggen een wat goedkoper dijkje, misschien 2 kilometer het land in, en dan hoeven we ook die dijk niet te verzwaren, maar dan krijg je een soort slapende dijk zoals de Knardijk. Ja, dat zijn ook ideeën. En vooroevers, achteroevers, dat zijn allemaal ideeën. Wij zijn nog maar in de verkenningsfase, of die gaan we starten met de IJsselmeerdijk. En dan gaan we ook heel serieus kijken naar alle opties die er zijn. Maar goed, wij hebben dijken die relatief simpel van ontwerp zijn, groot en stevig, en die dus ook relatief eenvoudig te verhogen zijn. Dus als je puur naar de financiën kijkt, dan wordt het denk ik wel een redelijk eenvoudige keuze. Zoveel varianten zijn er niet eigenlijk als het aankomt. Nou ja, tenzij je bijvoorbeeld zegt, ik heb er ook geld voor over om meer natuurwaarde te creëren, of op een andere manier het geld bij elkaar weten te brengen. Ja, maar meestal als het goedkoop kan, dan is dat toch wel de oplossing die gekozen wordt. We hebben zo'n grote opgave in Nederland. Dus als je dan moet je het wel een beetje sober doen. En hoe loopt het traject verder? Er moet een plan worden gemaakt. Wanneer moet dat duidelijk worden wat het echt wordt? We starten met de verkenning volgens mij aan het einde van dit jaar. En dan nemen we volgens mij een jaar of twee voor. En dan krijg je een planstudie en dan pas de realisatie. Want de realisatie, wanneer staat die gepland? Volgens mij staat die rond 2023 gepland. Het duurt nog een paar jaar. Het duurt nog wel een paar jaar. En is dat ook iets wat jaren gaat duren? Nou, wij hebben natuurlijk een hele reeks trajecten die we moeten versterken. We proberen het zo te doen dat we een soort treintje bouwen en dat we voortdurend aan het bouwen zijn. Zodat je ook je teams gewoon goed op orde hebt. Dus ja, hoe dat precies in de planning gaat, dat weet ik nog niet. Dan hebben we dus het Rondemeerdijk gehad, de IJsselmeerdijk. Staan er nog andere dijken waarnaar gekeken moet worden op korte termijn? Ja, dan gaan we naar de dijk in de Noordoostpolder. En zo gaan we steeds een tandje verder. En we kijken altijd naar daar waar de urgentie het grootst is. Ja, maakt het eigenlijk ook wel, want u zei al, we hebben hier vrij rechtlijnige dijken. Er is weinig bebouwing aan de dijk of op de dijk. Is dat maar gelukkig ook? Want anders had je nu allerlei problemen gehad als je een dijk moet verzwaren waar dan ineens op gebouwd is? Ja, het ligt er maar net aan. Hè. Een beetje techneut vindt dat ook weer heel erg mooi. Hè. En er zijn ook best goede oplossingen te bedenken. Maar als je puur kijkt naar de kosten, dan is dat natuurlijk wel een heel mooi groot voordeel. En wat ook natuurlijk een groot voordeel is, is dat we precies weten uit welke materialen onze dijken bestaan. Want als we naar de overburen kijken, daar is een dijk vaak talloze keren versterkt met al het materiaal wat voorhanden was. Ja, dan is het heel lastig om te beoordelen hoe sterk zo'n dijk is. Ja. Ja. Er was van de meeste mensen hoeft het eigenlijk niet. Hè? Want er was gezet nog een onderzoek dat mensen eigenlijk denken van, nou, het zit helemaal goed met die dijken. Maakt het voor u dat niet lastiger om draagvlak voor zo'n operatie te krijgen? Ja, aan de ene kant is een groot compliment aan de waterschappen en Rijkswaterstaat dat mensen denken van, de zaakjes zijn goed op orde. Het onderzoek had vele gezichten. Er waren ook echt wel mensen die zeiden van, ja, we verwachten wel dat door klimaatverandering het echt wel duurder gaat worden en ook veel meer werk verzet moet worden. Maar het gaat pas leven als je, denk ik, zoiets als een hoogwater bij de rivieren hebt gehad en je echt ziet van wat de kracht van het water is en dat je dat niet moet onderschatten. Het moet een keer misgaan om iedereen te maken voor die gedachte. In ieder geval goed voelbaar zijn van hoe groot is die kracht van het water nou? En wij beschermen ons in Nederland wel tegen extreme situaties, omdat wij gewoon niet willen dat we overstroomd kunnen raken. Maar het is natuurlijk wel lastig dan in Flevoland een beetje. Ja, je hoopt natuurlijk niet op een ramp of zo, maar als het dus zo goed geregeld is, komen wij hier in Flevoland daar niet zo mee in aanraking van hoe belangrijk zo'n dijk eigenlijk is. Met dat draagvlak, dan hoe krijg je die Flevolander warm voor de dijken? Nou, wij merken wel dat als we bijvoorbeeld op basisscholen komen en we vertellen over hoe laag we eigenlijk wonen, hoe hoog de dijken zijn, dan zie je bij de kinderen wel een enorm bewustzijn. Dus wij proberen wel ook via bijvoorbeeld educatie dat waterbewustzijn, zoals dat dan heet, te vergroten. En we proberen het vooral via de projecten te doen. Want via de projecten kom je dichtbij en kun je ook heel goed uitleggen waarom iets nodig is. Maar iets abstracts als
klimaatverandering en ver weg is heel lastig dichtbij te halen. Maar goed, wij doen ons best en we blijven het uitleggen. Ja, misschien is het nog wel makkelijker om kinderen te overtuigen dan volwassenen als het daarom gaat. Wellicht, ja. Dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland. Dank u wel.